Zou de Pinot nog kunnen, zou er nog van kunnen? Zeer daar, zeer daar. Nee. Ran van Ongevallen, bareigenaar en enthousiaste baarman van Baran in Brugge. Voor een totaalbeleving, wij mixen goede muziek met fantastische hospitality af met hele lekkere drankjes. Mijn smaak is zoals de seizoenen, het wisselt eigenlijk altijd af, maar op dit moment zou het bitter zijn. Ik denk dat Pinot de Charente een heel onderschat product is. Het is een heel veelzijdig en complex product dat ik heel makkelijk kan gebruiken in zowel complexe cocktails of classic cocktails als in een eerder nieuwe stijl van drankjes. Maar het is een zonde, ik zou het niet echt met een softdrink mixen, maar eerder met een soda, zodanig dat we de smaak van de Pinot uitlengen of aanlengen, omdat het op zich al zo'n complex product is dat het niet extra smaak nodig heeft. Mijn cocktail Pousse Pinot is eigenlijk een overheerlijke cocktail op basis van Pinot de Charente Chénier, waarbij ik een hele mooie kruidige toetsen ga toevoegen van selder, absinthe, chartreuse, die dan gaan afwisselen met smaken zoals koffie en rum, om eigenlijk een hele mooie, robuuste cocktail te krijgen. Ik heb een Pinot de Charente Chénier gekozen, eigenlijk een heel mooi, fris, complexe Pinot, die eigenlijk perfect past bij het verhaal aan smaken die ik in deze cocktail breng. Ik draag dit op aan de mensen die eigenlijk graag iets nieuws proberen. Eigenlijk de connoisseurs van de smaak, maar ook de beginnelingen. Om eigenlijk zo het product Pinot de Charente, een eeuwenoud product, eigenlijk te leren kennen en zo zijn veelzijdigheid te ontdekken. Een stuk hele oude goede kaas. Elke tijd na de middag, because it's probably aperitif time somewhere in the world. Durf proeven. Durf ontdekken, maar leer vooral veel bij over dit mooie product.